Hoi, welkom bij Living Holland Channel weer. Het motorrijden gaat steeds beter. Het verkeer in Mexico is toch wel gestructureerder dan in de Filipijnen. En hoewel de wegen onoverzichtelijker zijn, omdat ze veel groter en breder zijn. En van die enorme verkeersknooppunten heb midden in de stad waar vijf, zes wegen samenkomen. En je dan soms wel vier verschillende vormen van afslaan hebt. En dan bedoel ik niet alleen maar links en rechts af. Je kan zijwegen op, je mag wel die kant op, je mag niet die kant op. Al met al is dat best wel onoverzichtelijk als je niet goed de weg weet in de stad. De taxichauffeur waar ik mee over sprak, zei tegen mij, maar als je eenmaal de weg weet, is het heel erg makkelijk. Nou, daar gaan we er maar vanuit. Ik ben naar Puerto Morelos geweest op de motor. Dat was de eerste dag dat ik de snelweg op ging. Ik heb dat niet kunnen filmen omdat de mount van mijn camera er nog steeds niet is. Dus dat, je moet het even doen met beelden van de telefoon waarmee ik in Puerto Morelos gefilmd heb. Het was een leuke tocht. Best wel spannend. De eerste keer de snelweg op, maar het ging hartstikke goed. Daardoor ook de motor een keer goed op snelheid kunnen brengen en in de zesde versnelling gereden, wat je in de stad eigenlijk helemaal niet doet. Vijf en zes gebruik je bijna niet. Op de snelweg zijn dat natuurlijk de versnellingen om lekker in te rijden. En Puerto Morelos is lekker overzichtelijk. Je gaat er met de snelweg heen en je kan een heel stuk over een heel leuk binnenweggetje terugrijden, wat dan weer even een ander uitzicht geeft. Ik denk dat de kers op de taart voor mij wel het bezoek was aan Crocozul. Maar vooral het moment dat we de motor parkeerden op de parkeerplaats daar. En in de bomen boven ons wat zagen bewegen. En dan zit er zomaar in het wild, midden in Puerto Morelos, een aap in de boom. En die heeft een babytje op zijn rug ook nog. Toen we even rustig verder keken, zagen we in de omgeving nog meer. Dit zijn spider monkeys. En die leven hier gewoon in het wild. En deze groep leeft dus in Puerto Morelos. En ik was heel blij om weer eens wat natuur te zien en wat dieren. Vooral omdat deze gewoon boven mijn hoofd zat. En in het wild, dus niet naar de dierentuin in een kooitje. Nou ja, zoals ik al zei, we waren in Puerto Morelos. Dan moet je natuurlijk even een foto maken van die stomme scheve vuurtoren die ze daar hebben. Wat de toeristische trekpleister is. Kijk, met een selfie. Nou ja, niet helemaal een selfie. En we reden naar een prachtig strandje over een onverharde weg. Ergens, een beetje buiten de bebouwde kom. Als je niet weet waar het is, dan is het een beetje lastig te vinden. Prachtige beelden. En dus wat ik zei, een bezoek aan Crocozul. Dat is een interactief krokodillenpark. Ik heb het niet zo met reptielen en krokodillen. Gelukkig voor mij hadden ze ook vogels en die Mexicaanse honden zonder haren. Een soort heilige hond is dat. Ik vind die beesten helemaal geweldig. En nog meer apen. En dat is ook leuk, want die zijn daar niet elke dag. Die komen daar omdat ze weten dat er eten is, maar die horen niet bij die dierentuin. Die leeft daar gewoon in de bossen rondom de dierentuin. En er waren heel veel jonkies. Ik word altijd heel blij als ik die capriolen zie. Echt, dat vind ik geweldig. Dus aapjes kijken, of je het nou leuk vindt of niet. Ik kan een bezoek aan die dierentuin aanbevelen. Hij is een beetje aan de prijs, maar je krijgt een gids mee en die weet werkelijk heel veel te vertellen. Het is heel leuk. Ze hebben een leuk restaurantje erbij. En als je ooit in Cancún bent, ik wil niet al die statische toeristen dingen doen, is dit een leuke plek om naartoe te gaan. Dan heb je een temporary of een permanent resident card. Krijg je 100 pesos korting, is het, geloof ik. Nou, met deze blije aap neem ik afscheid van je. Leuk dat je hebt gekeken vandaag en ik hoop dat ik je de volgende keer weer zie. Als je op het belletje klikt, krijg je een berichtje als ik een video upload. Dat is ongeveer één keer per week. Tot de volgende keer, hey, doei!